Leuk dat u weer kijkt naar Fire & Food TV. En vandaag gaan we een mooi stoofgerecht maken in de Dutch Oven. Die we van het buitenpunt nu hebben gekregen om mooi lekker een Aziatisch rundvleesgerecht van te maken. Ja, en Bastiaan, we hebben van allerlei ingrediënten klaargezet. Ja, heerlijke ingrediënten. Als ja, ik even, Aziatisch, hè? Aziatisch, ja, precies. Dus, dit is een koe uit Cambodja? Ja, precies. Nee, ja. Het is een koe van, onze slager. Jawel, onze slager was dus flink geweest om hier. En wij hebben sukkadevlees gepakt. Ja. Sukkade, daarbij hebben we gember, lenteuitje. Dit is erg lekker. Dit is sterrenijs. 5 kruidenpoeder, 5 spice powder. En 2 gemalen rawietjes. En als je dan vraagt wat is rawiet, dat zijn gedroogde chilipepers. Mee oppassen, echt wel redelijk scherp. Dus je zit niet meer in wrijven van je ogen. Nee, niet meer doen. Kijk, en ook niet even zo proeven, dat behoorlijk pittig. Ja. En daarbij hebben we wat wortel. Uitjes. We hebben de Dutch Oven al klaarstaan. Ja. We hebben gekozen vandaag om het op een driepoot te doen. Yes. Zoals jullie kunnen zien. En we nemen de ingrediënten mee. Lukt het? Ja, lukt allemaal. Ja. Ik loop nog wel een keertje, Bastiaan. Ja, kom. Gaan we. Olie hebben we dat. Zal ik zo even pakken? Nou. Zo. Ingrediënten zijn aangekomen. Yes, het is gelukt. Maar ja, als dit niet mooi is om te zien. Ik vind het al een geweldige manier van lekker koken buiten. En hier hebben we al een houtvuurtje om gemaakt. Vanmorgen heb ik al wat hout gehakt. Nee, dus, niet overdrijven. Dat heb jij niet gedaan. Staat op de film. Staat op de film? Staat op de film. Staat echt op de film? Staat echt op de film. Oké. Okay. Je zou het niet geloven. Dus dat zullen jullie straks wel zien. Maar wat gaan we doen? We hebben hier het sukkadevlees. En dan wachten we even totdat die pan mooi heet is. En dan gaan we dat hier aanzetten. Beetje olie erin. Ik heb hier neutrale olie. Sukkade erbij. Nou ja, kijk. Ja, ik kan het even lekker aanbranden. Ja, dus dit zetten we even aan. Nou ja, dit is geweldig manier van koken in zo'n Dutch oven. Buiten, hè? Ja. Het gaat natuurlijk. Kijk, dat is wat het buiten natuurlijk ook doet. Het is allemaal lekker buiten koken. Ja. En je ziet toch steeds meer mensen die buiten koken leuk vinden, die dat terugvinden. Ja, en dit is natuurlijk ook leuk, hè, ook met de kids. Ja. Om lekker op die manier buiten bezig te zijn. Dus ik vind dit, eigenlijk koken in zo'n Dutch oven is geweldig om te doen. Ja. Koken met Giet IJzer. En het voordeel van zo'n Dutch oven, je kunt er natuurlijk veel meer mee doen, hè? Je kunt er een appeltaart in bakken, je kunt er pizza in maken, je kunt er broodjes, je kunt eigenlijk soepen. Soepen, je kunt het zo gek niet verzinnen. Ja, dus bij wijze van spreken, altijd met dit soort dingen, wat ik altijd zeg maar je eigen creativiteit is de begrenzing van de mogelijkheden. Volgens mij praten we hier over kwaliteit. Ja, toch? Ja, absoluut. Nee, kijk, dat wordt al lekker. En wilt u natuurlijk meer weten hoe je met de Dutch Oven kunt koken? Het buitenpunt nu organiseert ook allerlei workshops. Ga naar de website, kijk ernaar. Ze zijn daar eigenlijk zeer creatief in en eigenlijk niks is onmogelijk. Daar komt dus wel op neer. Ik heb ondertussen even de handschoenen aangedaan, want de pan wordt wel heet. En met het roer is en die vlammen. Ja. En met het roer is het altijd prettig om je pannetje vast te kunnen houden. Nou, dit is super zo. We gaan er de rest toevoegen. Dan, als ik het zeg, Edwin, kan je het mij? Geef ik het aan. Ik heb hier de geconcentreerde tomaten. Dus die doen we als eerst even erin. Als je het erbij kan doen. We kunnen dat even aanzetten, dan ontzuur je het even. Ja, ik moet er wel even bij vertellen dat als je een nieuwe Dutch oven hebt, dat je de eerste 3 keer eigenlijk even geen tomatenpuree of zuren gebruikt. Dat tast het zwart aan van de Dutch oven. Dus de eerste 3 keer even vermijden. Nou, dat zit erin. Wat heb je nog meer nodig? Dit zet heel veel aan, dan komt het lenteuitje. Zo. Kan die? Ja, doe er maar bij. Top. Kan je de gember erbij doen. En dan heb ik achter mij zo'n switcher. Ja, mijn switcher even. Zeg het maar. Daarachter dan hebben we de uitjes kan je erbij doen. Daar heb ik nog knoflook staan. Deze? Yes. Deze? Ja, doe er maar bij. Ik heb hier de kruiden, dat is 5 spijzen. 5 spijzen powder. Is tenslotte Aziatisch, hè? Precies. En we doen er knoflook. Sterrenijs bij, knoflook. De munt ook? Nee, munt dat doen we straks en als garnituurtje. Nee, wortel op het laatst. En dan heb ik hier nog sojasaus. Ja. En wat azijn? Ja. Yep. Dat kan erin? Hoeveel? Ja, flinke scheut. Zeg maar stop. Ja, super. Nou, dit zetten we even aan. Zorgen dat het even wat heel vacht nog. En dit ziet er al zo lekker uit. Ik wou net zeggen, het ziet er al lekker uit. Leuk is dit, hè?
Dit is echt weer back to basic. Dit is gewoon weer lekker buiten koken, ja, ja. Houtvuur eronder en daarmee buiten, aan camping. Eigenlijk ja, met vrienden het bos in. Ja. Dan moet je natuurlijk wel oppassen, hè, dat je natuurlijk, het is open vuur, dat is altijd wel een beetje oppassen. Maar goed, er zit zo'n mooie ring bij, dus dat beschermt best wel voor de veiligheid, hè? Ja, ja, ik vind het mooi werk. En als het te hard gaat, hè, dan kan je zeg maar, je vuur wat temperen, maar je kan ook zeggen van ik hang hem wat hoger. Dan zit je wat meer boven het vuur, of wat, hè, wat verder weg van het vuur, dan zal de temperatuur ook wat, wat zakken. Logisch, hè? Yep. Nou, ik zou zeggen, bouillon graag, Edwin? Bouillon, bouillon. Kippenbouillon hebben we gekozen. Ja, een lekkere kippenbouillon erbij. En alles mag erin. En kijk. En dit laten we nu lekker sudderen. Dus dan doen we de deksel erop. En hier zie je dat sterren ei zitten lekker in. Dat geen smaakjes, jongens. Daar worden we vrolijk van. Deksel erop? Ja, dekseltje erop. En straks wordt die deksel wat warm. En dan kan je het zo doen. Maar je hebt ook zo'n hele mooie haak ervoor. Die kan je er dan onder klemmen. En dan... Hoppakee, kan je even heel makkelijk kijken hoe het gaat met je Aziatische stoofpotje. Nou, zo. Een anderhalf uur? Anderhalf, twee uur, dat het mooi, mooi zacht geworden is en dan is die klaar. Edwin. Het zal zo'n beetje klaar zijn, hè? Ik denk het ook, hè. Toch een goede anderhalf uur later. Ja. Zo, dekseltje eraf. Dat gaat natuurlijk super handig raken. Ja. Wow, kijk eens hoe mooi dit geworden is. Nou, dat is echt een geweldig... Het is een mooi stoofpotje geworden. Mooi stoofpotje, ja. Kun je een beetje rijst bij doen, denk ik. Of wat gebakken aardappeltjes. Of, ja, eigenlijk kan je er alles bij, hè? Ja, rijst zou mij... Ja, ik denk dat ik persoonlijk hier de rijst ook wel lekker bij zou vinden. Nou, dan hou ik ruimte voor de rijst. Heel goed. Dan moet je nog, neem ik aan, afmaken. Ja. Even de handschoenen weg, want dat is toch wel belangrijk. Voor de hitte van de pan. Nou, je ziet hoe mooi dat gaat, hè? Zo'n Dutch oven. Eigen... We hebben ongeveer een half uurtje van net geleden de wortel erin gedaan, hè? Ja. Voor het afmaken, een beetje aftoppen lekker hiermee. En dan denk ik dat we weer een geweldig lekker gerecht hebben gemaakt. Mooi stoofgerechtje. In de Dutch oven. In de Dutch oven van het buitenpunt nu. Precies. En zoals u kunt zien, als je het gerecht wil zien, dan kun je hier beneden kijken naar het recept. Je kunt je natuurlijk altijd nog steeds gratis abonneren op ons YouTube-kanaal Fire & Food TV. En wil je meer weten over de Dutch Oven, ga naar de website. Naam staat hier ook onder vermeld van het buiten.nu. En uiteraard, als je workshop bij ze wilt doen, hoe je dit moet maken, kun je ook allemaal vinden op hun website. Gewoon even kijken en genieten van de mooie dingen daar. En liken natuurlijk. Genieten van, eet smakelijk.